Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag bij het WK wielrennen in Yorkshire. We zijn nu bij het hotel van de Nederlandse selectie, want vandaag is de wegwedstrijd voor de elite vrouwen. En de bus staat al klaar, want ze zijn nu op naar de start. Zullen we even een kijkje nemen? Goedemorgen, Bas. Henk. Conny. Bas, goedemorgen. Spannend dagje. Jawel, zeker. Ja, wat mooi om er weer bij te zijn. Slaap je in het hotel of? Nee, we staan illegaal achter op de parking. Ja, we zijn dinsdagmiddag vertrokken in Babylonië-Broek met de boot van de Hoek van Holland naar Harwich. En toen zijn we woensdag deze kant op gekomen. En, hebben we gewoon neergezet? Woensdagavond hier achter, achter het hotel. En het hotel kneep even een oogje dicht. Hoop ik. Heb je ze omgekocht? Nee. Ik weet niet of dat ze het weten inmiddels. Nee. Dank je wel. En koffie, koffie. Jij. Ja, doei. Doei, succes. Heb je nog veel spanning nu? Natuurlijk heb ik spanning. Dat zou liggen als dat niet zo. Maar ik vind jullie er vrij relaxed uitzien. Ja, nou, ik kan er redelijk mee om. Altijd goed mee om kunnen gaan. Gaan we zo koffie drinken of zo? Ik ga naar de kapper dadelijk. Naar de kapper? Dat is gisteren bij Devin redelijk mislukt. Ja, German style. Kun je show again? Nee, dat kan niet. Devin, ijsje? Hey Bas, het is min 10 hier, man. Je staat hier van ijs te verkopen. Can we pay with cash only? Knipbeertje zit erop. Koffie drinken bij de camper? Ja, gezellig. Ik drink alleen geen koffie, hè? En dat is hem? Ja. En hier slapen jullie, koken jullie? Ja. De vos. Ja, logo, hè. Hey, kijk hier. Oh, de... Ligt in de diepe rust. Ligt in diepe rust. Daar ligt hij. Ja, de finale moet ook nog beginnen. Ja, nou, daarom. Vond u vandaag nog een beetje spannend? Jazeker. Nou, wel op. Ja, nou, anders hadden we altijd Jackie. Vandaar de naam Jackie. De vrouw die rookte altijd heel veel. Oh, voor de spanning. Oh ja. De Jackie's draaien. En zeker. Meer inpakken als het erg spannend was. Was niet eens rollen. Maar heeft hij dan nog voor de start? Wat? Of begint het pas na het einde toe als het zeg maar in de finale? Nee, ja. Of heeft hij nu al van als... Nou, ik ben nu min of meer al wel, maar niet zo... Nee. Als meer als straks het begint. Goed, als het allemaal goed blijft en ze blijven allemaal op de fiets, geen rare valpartijen, dan is het voor mij eigenlijk wel goed. Ja. Resultaat telt dan minder dan... Dan de gezondheid. Heel blijven. Fysiek, ja. 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 Ja, grote dingen heeft ze nooit gehad. En nou, drie keer een sleutelbeen dan. In de Valkenburg. En dat is wel een beetje een wielren dingetje, ja, zo'n sleutelbeen. Ja, dan ben je pas wielren. Ja. Devin is echt een dierenvriend. En nou is Jan het een beetje dat begon, want hij is maandag geopereerd zelfs. En nu... herstelt hij wel snel. Ja, heel goed. Gelijk eigenlijk al. Een vrij zware operatie gehad. Een vrouwelijke... Mama-tumor. Een mama-tumor had hij. De melklier, een tumor. De baarmoeder verwijderd en gesteriliseerd. Allemaal heel veel... Ellende eigenlijk. Maar... Dus was het nog spannend of je mee kon? Ja, dat was het. Want het kon niet langer wachten eigenlijk ook niet. Want... Brengt hij geluk als hij erbij is? Brengt hij ja, mee? Nou ja, dit is gewoon leuk en ontspannend. Weer een eekhoorntje. Kijk. Oh, ja. Ontspannend, ontspannen ook. Kijk hier wel een eekhoorntje. Dat doen we die eigenlijk niet aan. Daarbij geloof en zo. Marianne ook helemaal niet trouwens. Nee, geen enkel ding. Die rijdt ook rustig met nummer 13. Ja? Dat, Die draait ze ook niet op de kop of zo? Nee. Sommigen die knippen de hele rug ja, nummer door midden en op de kop. Nee, of dat, want dikwijls komt het uit dat Marianne weer 13 rijdt vanwege het alfabet en zo. Ja. Dat is geen enkel probleem. Nee, het alfabet is stand van de ploegen. Ze heeft ook geen rituelen. Ah, de tweede ploeg. Ze heeft ook geen rituelen. Speciale rituelen. Sommigen hebben het ook. Op sokken of onderbroek of zo. En heb je nog veel contact zo voor de wedstrijd of valt dat wel mee? Ja, valt wel mee.
meestal laten we het gisteravond nog even een appje en dan eruit kwamen zwaaien. Ja, dus jullie waren wel een van de weinige ouders die er ook stonden. Dus, ja, dus, ja. Inmiddels hebben we, want toen wij dat voor het eerst deden, vanaf de jeugdcategorie altijd blijven volgen. Ja. En toen waren we echt een van de weinigen, ja, want die meiden bij een groter team reden. Dan gaan ze mee. Waren ze, ja, uit huis. Ja, ja, dat is eigenlijk, hè? Wel bijzonder. Dat we, ja, dat we nog steeds bij zijn. Marianne, Lucine, ja, haar ouders, Anna haar ouders. Ja, die zijn er wel. Zijn er tegenwoordig echt wel veel die. Ja. Ja. En ook bij de jongens. Bij de mannen? Ja, bij nou, wel je, minder hoor, wel minder. Je wel, ja. Ja, de sporters, ja, ze worden ouder. Bij de jeugd kan het niet anders natuurlijk, tot een bepaalde leeftijd, dat ze ouders nodig hebben voor het vervoer en alles. Ja. Maar als ze dan bij grote ploegen. Maar ik ben op de een of andere manier altijd bij de, min of meer verbonden gebleven bij de ploegen. Ja. En ja, ik vind het mooi. En Marianne die vindt het ook nog steeds goed. Want als ze het niet meer leuk zou vinden of we zeggen van ja, we zijn nou weer hier. Ja. Waar je spreken, ja, dan stoppen we mee, dan doen we het niet. Maar goed, en omdat Anton nou ook ontwikkeld heeft, en die vindt het ook leuk. Ja, die heeft ook helemaal zijn ding gevonden, ja, natuurlijk in de wielersport als fotograaf. En, ja, dat is ook een beetje een soort ondersteuning hebben na zijn ziekte, zal ik maar zeggen. En, net een beetje een rustpunt, ja, van tijd tot tijd. En ja, ze doen, ja, we vinden het mooi om erbij te zijn. Nee, ik vind het superleuk dat je zo hecht. Ja, zo, ja. Sommigen vinden het misschien raar. Maar echt contact. Zoals woensdag is even binnengelopen, we hadden we spullen bij ons. Ja. Is even binnengelopen, voor de rest is ze hier ook niet geweest. Zit ze gewoon lekker in de hotelkamer? Ja, in de hotelkamer en sporten. En dan zoeken wij ze eigenlijk ook helemaal niet op. Ik zeg gisteravond even een appje van succes. En, nou, toen zei ze dat ze deze appje dat ze om 9 uur vertrokken hier vandaan. Ik zeg, nou, dan komen we wel even uitzwaaien. Ja, oké. Okay. Zelf ook koffie, Connie. Ja, zeker. Een beetje warm. Sterke selectie, hè? Ja, ja, ik zeg al. Er zijn 4. Van, ja, de 8. Ja, ze kunnen eigenlijk allemaal, ze kunnen eigenlijk bijna allemaal wereldkampioen worden. Ja. Ja. Dat is ook hoe een koers gaat lopen. Annemiek is natuurlijk op zo'n, ja, parcours. Of dat die wegrijden. Of, ja. Kijk, en dan, ja, dan moet ze blijven zitten. Dat is, ja, gewoon. Dat is part of eventueel alleen, ja, naartoe rijden. Maar. Ja. Ja, dat is onderdeel van het spel, hè? Dat is wielerspel, ja. Dat, ja, is tactiek. Maar goed, als er één is die daar kan en weet. En nou meedoet en me neerlegt, is Marianne wel. Ja. Hoe vindt hij dat? Als bijvoorbeeld, heeft ze dan heel veel, stel bijvoorbeeld Chantal won in Bergen? Nou, ja. Marianne, toen was Marianne ook nog niet, is echt in dienst gelegen, gereden van de. En dan heeft ze ook, is ze gewoon, ja, is ze heel blij. Dan. Ja, ja, en dan is ze heel, ja, blij. Jazeker, nou. Hij was in Rio met de Olympische Spelen eigenlijk ook. Daar, alleen was toen schrikken toen Annemiek viel. Oh, verschrikkelijk toen. Maar ze was wel heel blij voor Anna ook hoe. Ja, uiteindelijk, ja, wel. Dat, ja, was eigenlijk wel, want toen is ze ook. Volgens het spelletje gespeeld. Toen, ja, is met Anna ook. En dan is als Annemiek niet kon, ja, dan moest Anna het overnemen. Ja. En dan zo lang mogelijk. Ja, maar met Anna ook volledig in dienst gereden. Ja. Bedoel, en ook een keer voor weggereden, weet je wel. Ja. En met die Europese Spelen. Ook. In Minsk? Ah, met Lorena, ja. Ja, ja, oh, nou, je rijdt ze in dienst van Lorena, ja, ja, en die, ja, dan wint. Dan. Ja, dan is je net zo blij. Ja. Misschien ook blijer, bij wijze van spreken. Ja. Want ze wint het spelletje mooi, hè. Marianne, dat wint ze. En dat is mooi dat ze daar nu weer mee kan doen, ja, natuurlijk. Ja. Er is een, ja, tijd dat je niet met een spelletje mee kan doen. Ja. Maar als ze dan niet meer zou kunnen, dan stopt ze. Dat is voor haar het belangrijkste, het spelletje. Ja, ja, wat is spek en bonen meerijden, dan stopt ze onmiddellijk, denk ik. Ja. Begint te piepen. Ja, ik moet dit toch komen. Duur even, hè. Ja.
We zijn altijd in de vakanties. Ook altijd zo naar de Tour, een week of 10 dagen of zo, dat waren onze vakanties. Want ze hebben een pakken met boeken, met handtekeningen. Ja. Nou, toen Anton, die is toen met zijn 9e of 10e in wielrennen begonnen. ja, maar Jan is eigenlijk, die is 4,5 jaar jonger, maar die is eigenlijk gelijk. Een heel klein fietsje opgezocht voor haar. En die bokste altijd een beetje er tegenop als jonge meid. Ja, ja, die, ja, die, ja die is eigenlijk gelijk meegegaan mee trainen altijd. Ja, zo is het uiteindelijk ontstaan, ja. En wel heel bijzonder allemaal. Als je ziet hoe lang heel veel mensen... Ja, die is nu 32 en die zit van de 5,5 op de fietsje. Ja, en ook altijd zo'n hoog niveau en altijd... Altijd, we hebben toen bij de jeugd, want toen ben ik trainer geworden. En trainer en begeleider. Een jaar of 10 gedaan, denk ik. Mm. En... ja, een mooie tijd. Maar toen... ja, konden we eigenlijk al wel zien dat hij iets bijzonders was. We hebben altijd, nooit geroepen van, dat wordt een groot kampioen of die zal dit of die zal dat wel gaan halen. Wel, we hebben er wel altijd gezegd van, hou er rekening mee dat ze heel ver kan komen. Ja. Dat zat er gewoon in. En ook van... De spirit. Vanzelf uit, van binnenuit. We hebben eigenlijk alleen maar afvoerremmen. Want door de week, toen met die kleine fietsjes, want ik had die... Ik kwam er eigenlijk alleen maar met de trainingen naar buiten, want anders zouden ze dag en nacht op de fietsje zitten hebben. Ja. Plus weken, die ging achter slot. Op een gegeven moment ook schaatsen. Ja, schaatsen. Dus schaatsen, ook schaatsen. En dat ging ook direct heel goed. Ja, een aantal jaren, de 1500 meter. Ja, dat worden van die Sarah-lijsten. Sarah-lijsten, ja. De stand, die is verschillende keren aangevoerd. Dat is een combinatie toch over alle afstanden wie de beste is? Ja, ja. Ja, maar toen ging op een gegeven moment het veldrijden ook bijzonder goed. Ja. Dus toen is het schaatsen, het wedstrijd schaatsen... Ja, dat is op de 16e eigenlijk pas mee gestopt. Hè. Ja. Maar dat is heel bijzonder. Schielert heeft ze ook opgehoogd. Schielert, ja. Toen nog baanwielrennen. Met die jongens, hoe heet ze dan? Ja, die broertjes, Mulder. Michel en Ronald, ja. Ja, een paar Mulder stonden aan de microfoon. Verslag doen. Van Skieler. Ja. En ook nog baanwielrennen. Ja, dus toen later genoemd. Dat was meer een trainingsmethode toen voor de Olympische Spelen. Toen zei Thijs Rothuis, die was toen trainer. We gaan dat eens gaan proberen. Ja, als ze nog nooit gedaan, dan was ze wereldkampioen en Olympisch kampioen. Hoe kijken jullie daarna dan? Het is anderhalf jaar alleen mijn baan. Dat is eigenlijk de baantijd geweest. Toen maar anderhalf, 2 jaar. Een gouden medaille op de puntenkoers, toch? Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Checkie. Ben je er klaar voor? Voor de race? Hé? Nee, je moet eerst... gesoigneerd worden. Even het vel eraf vegen. Een beetje netjes voor de dag komen. Top is, hè? Het was een lekker bakje koffie. Stroopwafel. Nu even naar het parcours kijken of ze van start zijn. En dan duimen, hè? Ja, meer kunnen we niet doen, hè? Nee. Zonnetje is in ieder geval wel gaan schijnen. Oh, daar komt ze. Kom op, Albi! Het zag er nog goed uit, hè? Nou, Annemieke zit echt, ik denk dat ze wel 3 minuten of zo heeft. Dat is wel ongekend hoor, 100 kilometer solo. En ze steekt de duim omhoog. Ja. Henk, hebben we vanavond feest in de camper? Beetje dubbel gevoel, denk ik, hè? Aan de ene kant is ze blij voor Annemie. Ja. Maar ja, zelf had er meer in gezeten dan dat. Ja. We gaan een uur tegen ons zijn, hoor.
Lekker hoor. Hey. Gefeliciteerd, hè? Worden wij nou gefeliciteerd? Ja. Devin? Ik geef het aan Anton. Anton is aan Anton. Mag dat? Dat mag. Ja. Voor de lekkere koffie, de stroopwafels en de dag dat we mochten volgen. Ja. Oh ja, nou, en als je het nou deze video leuk vond, nou, dat is even YouTube dan. Dan moet je een duimpje omhoog doen en abonneren op het kanaal. Ja, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Hartstikke bedankt voor deze dag.